De moskee in Park Zelvert heeft sinds 2 weken een mysterieus blauw licht op het dak liggen. Het blauwe licht schijnt schadelijk te zijn voor de vleermuizen in het park. De PVV denkt dat de moskee met dit licht de vleermuizen weg wil jagen. Het lijkt erop dat dat de bedoeling is. En we werden door bewoners uit deze wijk werden we daarop attent gemaakt. Toen hebben we gezegd, ja, je moet je wel even bevestigd zien door een gecertificeerd iemand die daar verstand van heeft. Dat is gebeurd. En die beweert inderdaad dat dat schadelijk voor vleermuizen is, want die houden daar niet van. Bovendien komt er ook nog een laag resonerend geluid bij, dat is ook geconstateerd. Nou, dat maakt het, de verdachtmaking, of in elk geval de veronderstelling, helder. Vleermuizen zijn erg gevoelig voor wit en blauw licht. Absoluut. En nog erger voor ultraviolet licht. Dat is nog blauwer. Daar zijn ze heel gevoelig voor. Er wordt ook tegenwoordig gebruik van gemaakt om vleermuizen te helpen. Geen blauw licht gebruik. Het licht op het dak van de moskee lijkt niet schadelijk te zijn voor de vleermuizen. Dat beetje licht wat daar op het dak ligt, dat denk ik niet. Kijk, als je echt vleermuizen wil klieren met blauw licht, dan moet je dat anders aanpakken. Dus ik geloof niet dat dit tegen vleermuizen bedoeld is. Ik geloof niet dat het een negatieve invloed vanuit gaat. De moskee heeft plannen om het huidige witte pand af te breken en te vervangen door nieuwbouw. De aanwezigheid van beschermde vleermuizen in het gebouw is daarbij nog een punt van zorg. We hoeven het ook niet onder stoelen of banken te steken dat wij graag de karakteristiek van het park zelf behouden willen blijven. Daar past niet een groot nieuwbouwobject in, hè, wat dat nou ook zijn mogen. We hebben ook alternatieven aangegeven waar dat wel zou kunnen. Hè. Dus het is niet zo dat wij iets willen verbieden, absoluut niet. Maar wel de karakteristiek van het park zelf, wat omwonenden ook heel duidelijk hebben aangegeven, behouden. En dat is eigenlijk de opzet. En als men dan de karakteristiek waar ook de flora en fauna bij hoort, waaronder de vleermuizen, teniet wil doen. Ja, dan ben je niet goed bezig. Het bestuur van de moskee was niet beschikbaar voor commentaar. Er blijft nog altijd een raadsel waar het blauwe licht voor dient.